En dan nog een duurzame tip, wat ook nog een hele leuke tip is. Je kunt namelijk hier je eigen stuk hout uitkiezen. Kijk, dit bijvoorbeeld vind ik dus zelf heel erg gaaf. En hier kun je in de meubelmakerij dus je eigen badmeubel of dressoir van laten maken. Nou, ik breng die zometeen die kant op. Dan gaan we eerst over naar Danielle en Martijn. Die gaan namelijk een woonruimte vergroten.